Na de Tweede Wereldoorlog was er een enorme behoefte in de regio Nijmegen aan recreatiegebieden. Het was na de Tweede Wereldoorlog de eerste ontgronding met de doelstelling recreatie. Zo is de Mokerplas ontstaan. In de jaren 70 heeft de provincie Limburg op de achterste plas het dagstrand de Grote Ziep aangelegd. Zij kunnen in deze prachtige omgeving met veel bos, heide en water terecht op de vele campings en jachthavens. Daarnaast is er een enorme keuze uit vakantiewoningen en horecagelegenheden. Gezien de grote aantallen recreanten is de Mokerplas economisch gezien heel erg belangrijk voor de gemeente Mook en Middelaar. Een oase in Nederland.